voordat de prijzen begonnen te dalen in de zomer van 2008, stegen ze op jaarbasis al een lange tijd heel hard. Sommige mensen spraken toen ook van een bubbel. De echte waarde van de huizen stond niet in verhouding tot waar ze voor weggingen. Ja, daarna kregen we een harde klap. Prijzen zijn toen wel 20% gedaald. We zijn nu al een tijdje weer in de opgaande weg omhoog. Dus nou, nu zien we dus de hoogste prijsstijging in ruim 15 jaar tijd. Maar het is wel zo, de huizenprijzen moeten nog zeker een jaar in dit tempo doorstijgen voordat ze weer terug zijn op het niveau van voor de crisis. En dat zou betekenen dat het zeker 10 jaar heeft geduurd voordat de prijzen weer terug zijn op het oude niveau. Ja, dus in 10 jaar tijd zijn de huizenprijzen dan niet gestegen. Terwijl alle andere prijzen wel zijn gestegen. Het leven is duurder geworden natuurlijk. Dus voor diezelfde euro kun je een stuk minder kopen, maar je huis is net zoveel waard als toen. Ja, we zitten dus nu inderdaad op het niveau van zomer 2006, terwijl het hoogtepunt lag volgens mij ergens in het tweede, derde kwartaal 2008. Jullie kijken natuurlijk niet naar de toekomst, maar gaan we dat verschil nog goed maken? Dat zal vast ooit wel een keer gebeuren, maar zoals gezegd, nu stegen de prijzen met 7,8%. Ze zitten ook nog ongeveer zoveel procent onder het hoogste niveau van de zomer van 2008. Dus ja, dit tempo, dat het hoogste tempo is in 15 jaar tijd, dat moeten we dus nog een jaar lang volhouden voordat we terug zijn op dat niveau. Maar er is dus natuurlijk wel wat veranderd. Maar het zal zeker nog een tijdje duren. Ja, en er is nogal wat veranderd. Want de regels voor hypotheken zijn veel strenger geworden. Dus kunnen we nog wel naar dat niveau? Die regels zijn strenger geworden. Daar staat tegenover dat op dit moment de rente ultra laag is natuurlijk. Het was eigenlijk nog nooit zo goedkoop om een hypotheek af te sluiten. De economie zit ook weer in de lift. Mensen hebben weer meer geld te besteden. Er is weer meer werk, dus ook meer inkomen. Dus wat betreft de vraagkant zit het wel goed. We hebben weer het geld om die hypotheek af te sluiten. De rente is bovendien laag. Ja, dat zal ook een opdrijvende werking hebben op die huizenprijzen. Sowieso, als het goed gaat met de economie, dan kopen mensen sneller een huis. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat we van heel ver komen. Jarenlang kocht bijna niemand een huis. Nu zitten we al een tijdje op een recordniveau. Nooit werden eerder zoveel huizen verkocht in één jaar als het afgelopen jaar 2016. En als we de eerste 5 maanden van dit jaar kijken, dan is het aantal mensen dat een huis heeft gekocht alweer een kwart hoger. Dus ja, er wordt nog steeds heel veel gekocht. En dat zet natuurlijk opwaartse druk op de prijzen. Zeker in populaire gebieden als Amsterdam en Utrecht.